Iedereen weet intussen wel dat fossiele energie niet onuitputtelijk is, als maar duurder wordt en het milieu zwaar belast. De oplossing is energiezuinig wonen. Dat is de essentie van het passief concept van Bostoen. Een passief huis staat voor een zeer energiezuinige woning met een aangenaam binnenklimaat, zowel gedurende de winter als de zomer. In een passief huis wordt er bijna niet meer actief verwarmd, vandaar de naam passief. In een passief huis is er minimum 18 cm vloerisolatie, 18 cm muurisolatie en 36 cm dakisolatie. Deze doorgedreven isolatie zorgt ervoor dat de woning de warmte kan binnenhouden in de winter en de warmte kan buitenhouden in de zomer. In een passief huis van Bostoen worden er ramen met drievoudige beglazing geplaatst. De drie lagen glas met twee hermetisch afgesloten tussenruimten zorgen ervoor dat deze ramen een isolatiewaarde hebben die tweemaal zo goed is als hoge rendementsbeglazing. Hierdoor blijft het in de zomer aangenaam fris in het passiefhuis, terwijl de warmte tijdens de wintermaanden wordt binnengehouden. Bovendien zorgt de drievoudige beglazing voor een optimaal geluidsisolerend comfort. Een van de misvattingen over passief is dat een luchtdichte afwerking ongezond zou zijn. Niets is minder waar, tenminste als je ook een goed ventilatiesysteem in huis hebt. Het systeem zorgt ervoor dat de vervuilde binnenlucht voortdurend wordt ververst door gezuiverde buitenlucht. In een passief huis krijgt ongewenste tocht geen kans en je kan gerust even je ramen openzetten. De zon is een belangrijke bron van hernieuwbare energie, maar het is niet de enige. Met geavanceerde software wordt voor elke nieuwbouw de ideale combinatie van drievoudig glas, isolatie, ventilatie en andere componenten berekend. Vanzelfsprekend wordt de juiste verhouding drievoudig glas geplaatst aan de zuidkant, maar het passiefhuis kan dus ook noordelijk georiënteerd worden of in de schaduw van bomen staan. Onder de grond heerst een bijna constante temperatuur van 12 graden, ook als het boven de grond vriest. De warmte van de aarde kan dus worden gebruikt om de temperatuur in huis op peil te houden. Dit gebeurt met een warmtepomp die 80% van zijn energie uit de grond haalt. Deze uitrusting is niet noodzakelijk om een passief huis te bouwen, maar kan worden ingeschakeld om maximaal gebruik te maken van onuitputtelijke of hernieuwbare energie. Een woning waarin altijd en overal hetzelfde klimaat heerst, zal snel een beklemmende sfeer hebben. In een passief huis is de temperatuur echter afzonderlijk regelbaar voor de verschillende leefruimtes. Het passief concept van Bostoen kent geen grenzen. Van klassieke villa tot rustieke hoeve, van moderne cocoon tot Scandinavisch design. Op architecturaal vlak is alles mogelijk. Wie durft dromen, kan het maken. Bostoen bouwt en verbouwt volledig op maat, op uw grond of op de onze. In elke architecturale stijl, binnen uw budget, met u of onze architect. Elk passief huis krijgt de garantie tot het behalen van een certificaat van het passief huisplatform. Plus energiewoningen nemen het passief concept nog een stap verder. Niet alleen de bijkomende energievraag wordt voldaan met alternatieve bronnen. Er worden extra zonnepanelen geplaatst om voldoende stroom te produceren voor de huishoudelijke apparaten zoals de wasmachine, het strijkijzer en de computer. Op deze manier wordt de maandelijkse energiefactuur nagenoeg verwaarloosbaar. Een huis dat vandaag niet ben of bijna energie-neutraal wordt gebouwd, zal binnen 6 jaar al verouderd zijn. Passief huizen met warmtepomp voldoen nu al aan de normen van de toekomst. Het is een bewuste keuze voor het milieu, voor een verhoogd leefcomfort, voor 90% minder energieverbruik. Op lange termijn behoudt een passief huis meer waarde. Kortom, de passiefhuizen met warmtepomp van Bostoen zijn meer dan passief.